Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door EJ Music TV. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never worked a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. I just lay back and let the big beat lead me. Welkom bij wederom een aflevering van Clip en Klaar. Leuk dat je kijkt. Ik kreeg in dit geval weer een hele bijzondere reactie via de website www.eriktv.nl. En ik kreeg een reactie van Corny. Ik heb een leuk idee met Herman van Idols. Herman van Idols is natuurlijk super beroemd. Die kent iedereen, hè? De dancer. En als het goed is, heb ik hierachter een afspraak met en Corny en het managementteam en Herman zelf. Laten we even met ze gaan praten. Als het goed is, heb ik met jullie een afspraak. Ja, Herman herken ik natuurlijk. Hey, ja, Corny ken ik wel. Ja, hi. Als het goed is. Hi, hi. Hallo, ik ben Erik. Karen. Hallo, ik ben Erik. Vertel. Wat dacht je van een Herman-versie van het nummer I Wanna Be Loved By You? Nee. Vind jij? Wat vind jij, René? Ja. Ik denk dat er wel bij hem past. Ja, zie je het hem doen? Ja, ik zie het hem wel doen. Hey, en moeten we dan Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You, een klassieke versie maken met zo'n big band achtergeluid? Of moeten we iets anders doen? Wat denken jullie? Misschien beide. Een beetje, een beetje modern en een beetje klassiek. Wat vind jij dan? Het moet een beetje snel wezen. Herman is een danser. En als je dat nummer te langzaam doet, dan valt dat dansen valt weg. En dat is zijn uitstraling. Dus er moet wel wat tempo in zitten. En Herman heeft natuurlijk een heel wisselend publiek. Hè? Dus voor tv is misschien weer iets anders geschikter dan jouw optredens. Dus. Mag ik een voorstel doen? Ja. Want ik, bescheiden als ik ben altijd, ik denk dat ik dat kan. Ik denk dat ik voor jou en een I'm a Dancer, I Wanna Be Loved You versie kan maken. En ik denk dat ik ook een klassieke versie kan maken. Ik ken een hele aardige jongen in Duitsland, Ramon. Die heeft een leuk studiootje, nou, die kan het allemaal maken. En ik, als je wil, dit is Clip en Klaar, kan ik ook een clip bij je maken. En wat mij betreft hoef je niet te kiezen tussen de langzame of de snelle versie. Maken we gewoon een clip die in één keer doorgaat, 6 minuten. Gaaf. Vind je dat? Ja, absoluut. Mooi showballet erbij. Showballet erbij? Ja, absoluut. Als we het gaan doen, dan gaan we het goed doen. Ik heb altijd in mijn Clip en Klaar meestal hebben. Hè. Clip en Klaar hebben een weekje of 6, 7 de tijd om zo'n clip voor te bereiden en te doen. Mm-hmm. Kan ik wel een showballet regelen, dat is geen probleem. Heb ik die tijd? Nee. Het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als we hem voor 5 december of rond 5 december in de markt kunnen brengen. Rond Sinterklaas. Dat is volgende week. Sterker nog, als jullie nu zitten te kijken, is dat nu. Het is nu 5 december. Ja, dat weten we meteen of het gelukt is. Op het moment dat ik dus dit opneem en als u dus nou hierna zit te kijken, het is nu 5 december, dan is het ons gelukt. Ja. Maar wacht, je wil een showballet? Ja. Herman die dan iets van een showbiz trap of zo dan? Ja. Wat dacht Herman je in smoking. Top Herman in smoking, helemaal klasse. Top hat. En limo erbij. Ja. Limousine. Het hele. Bel jij even voor een limousine. Schat, ik kom wat later thuis vandaan. Hou het eten maar warm. Jij komt met de uitdaging, dan gaan we maar ook. Ja, ik heb gelijk. Maar dan ben ik weg, dan ga ik het regelen. Is goed. Regel het. Doen we. Deal? Yes. Deal. Ik ga aan de gang. Oké. Okay. Ik zie jullie deze week, de hele week. Is goed. Doei. Doei. Ja, ik ben Patrick Vrijboek, kom uit Boekel. En dagelijks leven doe ik in een verkoop van gebruikte auto's. En daarbij hebben we nog een limo. Dat is eigenlijk een beetje als schraap begonnen. Alleen, het is een beetje uit de hand gelopen hobby. Dus, Ik heet Peter Vrijbroek en ik doe ook autohandel, net als Patrick. En verhuur van bedrijfspanden. En verder is ook de limo-service, dat doen wij samen. Vanavond gaan we een videoclip opnemen met Herman. Met Peter van limo-service. We hebben een klein probleem, je kan hem bij jullie een uurtje laten komen. Is dat moeilijk? Ja, maar hoe moeilijk is dat? Mag ik dat vragen? Ja, ik geef even iemand anders. Maar je spreekt met Erik Dikker van Clip en Klaar. Kijk, als wij bellen dan lukt dat zomaar niet, maar Erik Dikker belt erop en alles kan weer geregeld worden. Dat is onbegrijpelijk, maar ja. Oké, prima. Dankjewel. Yes! Ik ben Diane Meijer en ik heb een Showbiz Academie in Scheveningen. Ik ben Tamara Pronk en ik dans bij Diane Meijer Showbiz Academie. Nu voor 8 jaar ongeveer al. En daarnaast geef ik ook nog les aan de allerkleinste van de school, aan de kinderklasjes. Nou, de hele school heeft op dit moment 150 leerlingen, waarvan zeg maar twee richtingen, de amateurkant en de professionele kant.
En de professionele kant die bestaat ongeveer uit de helft van het aantal leerlingen. Ja, wat maak je zo allemaal mee? Gewoon de optredens achter de schermen, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Gewoon dat je ziet hoe alles in zijn werk gaat. Ik ben Senke en ik dans al heel wat jaartjes bij Dayen. Te veel opwinding voor Herman. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe Herman gaat reageren als hij ons zo ziet. Het is voor ons heel erg belangrijk dat we bij elke nieuwe dans en nieuwe choreografie ook nieuwe kostuums hebben. Want wij kunnen het niet maken om een kostuum te gebruiken bij een andere artiest. Ja, we hebben een aantal artiesten gedaan qua concerten. We hebben 30 december hebben we René Schuurmans in de Maaspoort in Zetelgenbos. Waar we dus alle dansen voor verzorgen en ook het creatieve erachter. En ja, we hebben dus al voor de derde keer in Ahoy gestaan met Wolter Kroes. Mijn naam is André Seepma, ik ben eigenaar van La Vida in Tilburg. We organiseren veel verschillende dingen, feesten, bedrijfsevenementen, themafeesten, bruiloften. Maar ook amateurgezelschappen die hier een uitvoering geven, een jaarlijkse concert of toneeluitvoering. Enfin, eigenlijk alles waar onze zaal zich verleent.